Okay, people, let's go to work. Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 7 van Rollercoaster Tycoon. En in deze aflevering, we moesten helaas vorige keer natuurlijk een nieuw park gaan beginnen. Maar dat betekent niet dat we dat niet gaan doen. Ik was bezig met die achtbaan. Ik was nog niet klaar. Ik heb de kleur nog niet aangepast. Ik heb nog niks gedaan. Dus ik ga nu gewoon eventjes hem afmaken. Oftewel, we moeten naar het uiteinde van de achtbaan en dat is daar zo. Dus ik zie dat we sowieso al een beetje meer omhoog moeten. En ik weet niet of hij de speed gaat halen. Dus ik ga eens even kijken of we een beetje tempo in kunnen geven. Nou, de achtbaan doet de kettinglift een beetje meer omhoog. Met snelheid. 12 km per seconde. Dan gaat hij best aardig snel. Zie je, hij gaat aardig snel omhoog. Ik vind dat zelf veel vetter als hij langzamer gaat. Maar nu heeft hij dus iets meer speed. Zodat hij ook over de hele baan iets meer snelheid krijgt, zeg maar. Dat is de bedoeling. Oké, en we zien dat hij naar beneden gaat nu. En even kijken wat voor tempo hij heeft. Want hij gaat toch aardig langzaam. Moet ook een beetje een familieachtbaan worden. Dus zie niet iets heel groots. Maar ik vind de layout nogal best wel cute. Ik weet niet, ik vind hem wel wat hebben eigenlijk. Oké, dan gaat hij naar beneden zo. Nou, harder dan dit gaat hij geloof ik niet. Ja, hier gaat hij ook weer zacht. Kijk, dit, nu gaat hij voor mij het snelst nu, denk ik. Dit is het snelst wat hij gaat. Oké, dan gaat hij omhoog. Hij heeft nog wel iets... Hij heeft nog wel speed. Hij heeft nog wel speed, ja. Ik denk dat ik dat wel kan halen. Als ik hier nog een keer omhoog ga. Ik zou op zich wel dit kunnen doen. Ik denk dat ik dit wel zo kan doen. Ik denk het wel. Ik ga het gewoon proberen. Wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik altijd maar. En ik denk dat dit... Dit is nog niet dezelfde hoogte. Scheisse. Verdomme. Ik had zo gehoopt dat hij... Volgens mij... Nou... Nee, volgens mij is dat niet dezelfde hoogte. Ik denk dat ik hem nog hoger moet laten gaan. En hoe doen we dat? Gewoon zo. Heel simpel. Dan moet je hem zijwaarts laten doen zo. En dan moet je hem recht laten doen zo. En dan mag je een recht stukje doen op zich. Dat maakt niet uit. En volgens mij moet hij hem nou aansluiten op dat. Anders ga ik gillen. Mooi. Dat bespaart jullie headset. Oké, kijken of hij dit gaat halen. Hij gaat best wel snel zo. En nu moet hij omhoog, omhoog. Haalt hij het, haalt hij het? Ja, gaat aardig goed. Oh my god, kijk nou. Nou, perfect. Ik zou er niks aan doen. En dan zou ik hier gewoon weer het station maken, zo. Nou, perfect. Ik zou het zo doen, denk ik. Ook al vind ik het einde een beetje... Ja, het kan op zich wel, hoor. Het kan op zich wel. Kijk, het ziet er nog helemaal niet uit. Maar de achtbaan is natuurlijk nog helemaal niet gethematiseerd en al die zooi. Ik ga er nog een huisje omheen bouwen. Dat gaan we... Weet ik niet of we dat nu al gelijk in deze aflevering gaan doen. Ik ga eerst het pad verder maken. Het pad hoort erbij, hè? Zo. En daar loopt al een meneer, dus de directeur, als jullie hem nog niet kennen. En we gaan hem een naam geven, want ik vind dat deze man geen parkinspecteur moet heten, maar... even kijken, hoor. Alfred... Klok. Alfred Klok. En Alfred Klok is onze parkdirecteur met een snor en een bril. Hij verandert nooit. En hij heeft altijd zo'n vieze, van die vieze gel in zijn haar, zie je het? Een beetje van die vieze haren, zie je het? Ja, yeah. Vieze haren, vies. Even kijken hoor. We gaan hier gaan we het naar beneden doen. Een pad, we gaan natuurlijk een ingang maken. En het lijkt me makkelijker om gewoon iets heel simpels te doen. Ik weet niet, nee, wacht even. Ja, ik vind het zo lastig altijd, ik weet niet waarom. Ik ga gewoon dit doen. YOLO. Ik doe hem gewoon wat realistischer. Ik maak... even kijken hoor. Kan dit zo? Wat? Jongens, ik zit te kloten. Ik zie het nou alweer. Dit staat niet. Ik vind dit er ook niet uitzien. Maar dat moeten we maar bedekken dan. Kijk, dan loopt hij met een trap. En dan loopt hij nog schuin. En dan heb je weer een trap. Het ziet er echt niet uit, maar ja. YOLO, denken we dan maar weer. Gaan we gewoon een grote boog maken. Oké, en de attractie gaan we thematiseren in een... Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan sowieso iets heel vets doen. We gaan namelijk goodies toevoegen. Dus kijk, je hebt hier bijvoorbeeld een soort van trappetje. Wat dan naast de achtbaan loopt. Hier. Die kan je dan bijvoorbeeld zo plaatsen. Zie je het? Dit kan je zo gewoon, heel de achtbaan kan je dit zo doen. Is op zich wel leuk.
Maar bij een hangachtbaan moet je meestal een vloer eronder maken. En ik weet niet of die bij deze zit. Ik heb sowieso dit wat ik kan toevoegen. Alleen ik vind die kleur zo lelijk. Jongens, dit is zo lelijk. Ik doe het gewoon toepassen, want ik vind het netter om dat te doen. Zo. En dan laat ik het doorgaan, zo. Hoppakee. Ik vind die kleur zo lelijk, jongens. Ik ga me dat eerst aanpassen, want die kleuren van die achtbaan die zijn altijd zwart. Ik weet niet, die makers hebben gewoon zoiets gehad van... Ja, we gaan als je een achtbaan maakt, gaan we gewoon keihard zwart maken. Even kijken, een witte achtbaan lijkt me niet zo verstandig. Ik denk dat we meer een bruin tintje moeten doen. En ik wil ook nog wel een grijs tintje zien. Maar grijs, het wordt allemaal zo donker. Ik denk dat het een beetje oranje... Nee, oh man. Ik vind kleuren zo moeilijk, hè. Blauw. Het vloekt zo. Ik denk dat we dit groen gaan maken. Omdat het een beetje een... Dit is geen groen, jongens. Dit is groen. En dan maken we dit. Het ziet er echt niet uit, jongens. Die kleuren, ik ben er... Dit gaat beter. Ik denk dat we dit gaan doen. Ja, paarse baan met groene ondersteuning. Beetje donkergroen is het. Dan ga ik nog even dat land een beetje goed leggen. Dus dat land moet een beetje zo. Had ik beloofd vorige keer. Ik zou dat land had ik opgehoogd. Maar dat heb ik niet goed gedaan. Dus dat moet ik nou even corrigeren. Zo. Zie je niks meer van. Nou ja, je ziet het wel een beetje. En zullen wij gewoon wel bergen maken? Ja, een soort berglandschap. Ik vind dat wel mooier. Zo. En dan maken we gelijk hoge bergen, grotere bergen. Ik zou dat een beetje doen zo. En dan maken we hier een wat grotere berg. Zo. Kijk hoe soepel dat gaat, jongens. Leuk is dat het landschap ook meegaat. Als je het kijkt, het gaat mee. Dat is wel vet hoor. Oh, shit. Zagen jullie niet, hè, dit? Het ziet er zo lelijk uit als je het verkeerd ophoogt. Oh, dat gaat ook niet goed. Moment. Ik verpruts het helemaal, jongens. Ja, zo wordt het mooier. Kijk. Zo. Kijk, het is wel grappig zo. Nou, en zo'n berg heeft natuurlijk wat mooie kleurtjes nodig. Dus we gaan dan het een beetje erop spuiten. En dan wil ik een beetje van die groene plantjes erop. Dus dit is een beetje van die... Oh, ik heb eenvoudige terrein aanstaan. Moment. Even de instellingen kijken. Dan ga je gelijk zien wat ik bedoel met... even kijken hoor. Eenvoudig terrein, staat dat aan? Eenvoudige oppervlaktes, kijk. Nou zie je dus dat de oppervlaktes zijn veranderd, mooier zijn geworden. Nu zien we de details, dus als ik nou wat groene bloemetjes erop spuit, dan zie je ook dat het verandert, zie je het gras? Nou, en ik wil een beetje een berg, dus dan doen we een heel klein beetje van die... Heel klein beetje van die stenen erop zo. Zie je het? Een heel klein beetje berglandschap zo, dat moet het wel hebben. Vooral die zijkantjes moet het een beetje. En wat ik dan ook zou doen... Zo, niet te veel. Anders wordt ze overdreven, weet je wel. En dan hier zou ik het ook een beetje doen, zo. Heel klein beetje in de zijkant. Beetje dat het een beetje aarde wordt, zie je het? Zo, ik zou het zo een beetje doen. En dan zou ik een klein beetje van dat donkere doen erbij. Dus niet alleen maar dat het van dat gebroken steen is, maar ook een beetje echt een soort dirt is het eigenlijk. Zo, dat doe je eromheen. Zo, dan vul je het een beetje mee op. En dan zou je ook eventueel nog die grove aarde kunnen maken, zo erbij. Dus een beetje, een heel klein beetje aarde. Niet te veel. Ik doe het ook maar echt een klein beetje erop aanklikken. En dan zou je eventueel ook nog een beetje gras kunnen plaatsen. Dus dat er echt een beetje gras opgroeit op het gebied zo. En natuurlijk nu komen die bomen. Kijk, let op. Dan maken we ook een beetje gras in het midden zo. Zo, dan hebben we heel deze omgeving een beetje gemaakt. En nu gaan we de bomen aankleden. We kunnen zeggen dat we dit gebruiken, maar ik denk dat het misschien mooier is als we er wat andere bomen erop plaatsen. Gewoon even met de hand. En dan praat ik over sowieso een beetje de den, de grote den. Dat vind ik altijd wel een hele mooie boom die je kan gebruiken bij zo'n berggebied. Zo. En dat is gewoon random plaatsen hoor. Dat is gewoon echt random klikken overal op. Dat is echt niet moeilijk. En we zouden dan ook nog een hulst gebruiken. Ik vind dat eigenlijk de mooiste combinaties jongens. Dat zijn echt de bomen die ik het meest gebruik. Zo, een beetje Darje, een beetje Darjeboom. En ik denk dat die grote lindenboom er ook wel aardig bij kan staan. Maar ik zou sowieso een beetje die donkere bomen gebruiken, zoals die grote den. Dat denk ik dan. Dat is een beetje wat ik eerst zou doen. En vooral die kleine dens, die zou ik er ook een beetje meer gebruiken. Het is een groot gebied hoor, jongens. Begrijp het wel goed dat het gewoon eventjes duurt voordat ik dit heb mooi gemaakt. En de
essenboom zou ik ook een paar van plaatsen. Nog een paar bomen ertussen. Zo. Zo. Nou, het ziet er al wel aardig uit. Het is nog echt heel erg kaal. Maar er komt ook nog echt heel veel dingetjes moet toevoegen. Zoals we gaan ook nog wat thematisering doen bij de achtbaan natuurlijk. Dat komt later wel. En wat standbeelden misschien. Maar in ieder geval, het ziet er wel leuk uit al zo, dit achtbaantje, als je het zo ziet. Ik vind het wel aardig uitzien, joh. Het heeft wel iets. Kleine hulstand, die moet er ook nog even kort bij. En dan stop ik met de bomen. Zo. Niet al te druk. Ook al slaat het nergens op dat het hier heel druk is met bomen. Dat het hier dan heel weinig is. Dat is een beetje raar, maar dat komt nog wel. Even kijken hoor. Wat gaan we doen? We gaan nu even een ingangetje maken. En dan gaan we gelijk een nieuwe attractie bouwen. Muren. Ik denk dat we hier voor even naar de rockset kijken. Die heeft wel aardige rockies. Hebben ze rockies, jongens? Een paar rockies. Die moet je sowieso plaatsen, jongens, die rocks. Je kan zeggen wat je wil, maar die rocks moet je plaatsen. Ook leuk dat ik ze ook niet ziet in het veld. Als ik ze hier plaats. Oh, nu wel, kijk. Kijk, jongens, die keien, jongen, die doen het. Kei goed. En hoe verder je komt, hoe groter die stenen zijn. Kijk hoe vet, joh. En dit zijn juist weer hele grote joekeloelissen. Zo. Ja, mooi hoor, die stenen. Die maken het ook wel af hoor. En vooral bij dit gebied, hier zo, bij die grond. Bij die... Hier moet je echt vooral stenen gaan doen. Beetje kleintjes zo. Dat is gaaf dit. En ook een beetje rockstones, dat mag ook een beetje zo. Ik zoek een beetje grotere. Dit zijn zo mini steentjes, jongens. Nou, dit zijn dan een beetje de grote, denk ik. De large, hier. Dit zijn wel de grotere stenen. Nou, wauw. Jongens, niet gek worden nu hoor. Zo. Nou, ik heb wat stenen geplaatst. Is nog een beetje minder druk hier, maar dat komt later wel. Want we hebben natuurlijk ook die grote stenen die we hebben gebruikt bij het begin. Wat gaan wij gebruiken voor dit? Misschien Alpha Village? Die heeft altijd wel hele mooie... Ja, ik vind die daken sowieso prachtig. De Alpha Village heeft zulke mooie dingen. En ik durf het eigenlijk wel aan om dit te gaan gebruiken bij deze attractie. En nu zit ze ook helemaal naast, zie je dat? Blauw, dan gaan we even kijken. Ik vind blauw op zich wel een leuke kleur. Ja, ik vind het eigenlijk, hè? Het ziet er niet slordig uit. Ja, YOLO moet er door elkaar heen gebouwd worden. Wacht even. Even kijken. Ja, kijk, je hebt zoveel roofs. The roof is on fire. The roof. Je hebt zoveel roof. Hier, nog een roof. Deze denk ik wel goed. Ja, deze is goed. Staat hij ook precies recht? Hij kan wat lager, denk ik. Hij zou eventueel... Is dit te laag? Ik denk dat dit weer te laag is. Ja, dit is net onrealistisch. Ik zou... even kijken. Eentje boven doen. Dus dan moet deze... Oh! Dan moet deze goed zijn. Kan, denk ik... Ja, die tralie... Die stomme... Ik doe hem nog hoger, jongens. Even kijken. Zo, dit wordt de definitieve keuze. Oh! Kom draaien. Beeld draaien. Oké, let op. Dit is heel, heel simpel. Ik ga hem niet al te ingewikkeld maken hoor. Ik kan hem heel veel ingewikkeld maken, maar daar heb ik geen zin in. Wat de fuck doet Vincent nou? Ik weet ook niet wat ik doe. Dat had eigenlijk daar tegenaan gemoeten. En nu loopt hij in elkaar in. Wacht even. Zo, ja, jullie gaan zo zien wat een beetje het mooie ervan wordt. Oké, nu krijgen wij dus, nu hebben we de daken gedaan. Nu krijgen wij, oh, die hebben zo'n mooie daken, jongens. Dus zullen we gewoon deze gebruiken, die muur? Ik vind het goed. Ik hoop dat die goed uitkomt. Even kijken hoor. Ziet dit er mooi uit, jongens? Ik vind het van niet, maar ik ben heel snel ontevreden, dat weten jullie. De roof, de roof, de roof is on fire. De roof, de roof, de roof is on fire. Allemaal de roof. Zo. En ik denk dat dit... Waarom loopt dit niet gelijk, jongens? Oh, ik zag het al. Kijk, dit duurt allemaal zo lang, hè. Oh, man. Dat je er zin in hebt om dit te doen, Vincent. Ik snap dat niet. Het is ook, dit is ook heel onrealistisch, dit wat ik nu doe. Dit klopt weer voor een meter. Ik sta weer te dagdromen hoor. Jee, Vincent dagdroomt weer. Zo, dit moet zo, namelijk.
en niet anders. Kijk, dit begint er al iets om mee op te lijken, maar je moet sowieso die muur klopt helemaal niet. Want ik moet één zo'n dak vind ik niet zo netjes, dus je moet altijd wat aan vastmaken. En ik denk dat ik deze kies. Even kijken hoe dat eruit ziet als ik deze vast... Jullie gaan wel snappen wat ik bedoel. Oh, dit kost zoveel tijd, jongens. Oh, dit is niet zo leuk. Oeh. Heb medelijden met me. Kijk. Zo moet hij. En dan loopt hij in elkaar. Ik weet niet of dat mooi eruit ziet. Het kan denk ik wel. Ja, het kan wel. Ik doe het gewoon YOLO. Waarom wordt het ineens donker? Waar komt die schaduw vandaan? En doen we daar ook? Daarom die custom objecten. Ik vind het fijn dat het is gebeurd. Je kan gewoon door elkaar heen bouwen, zie je dat? Ik vind dit wel leuk uitzien. Ik snap dat mensen de video skippen, want het kost natuurlijk tijd. Maar ik wil het wel een beetje netjes hebben, toch? Anders is het zo afgeraffeld, dat ziet er ook niet uit. Ja, die muren. Ik weet niet of ik dit kies, hoor. Ik denk het niet. Dat gaan we gewoon weghalen. Ik vind die stenen helemaal niet mooi bijpassen. En jullie zaten ook al van, Vincent, doe dat nou niet. Ik hoor dat stiekem wel. Maar ik zie even geen andere mogelijkheden. Ook al hebben we nog een andere Alvage Village. Oh, dit is zo prachtig. Kijk dan, die Bell Tower. Oh, dat is zo mooi. Om erop te doen of zo. Gewoon random plaatsen, hoor. Je moet je echt niet moeilijk over doen. Gewoon plaatsen, klaar. Mini, je moet in... Verstand op nul. Okay, ik denk dat ik dit ga doen, hoor. Kijk, let op. Dan ga ik dat maken in wit. Wit vind ik er leuk bij passen, joh. Dat vind ik echt verschrikkelijk leuk. En dan... Ik weet niet of dat kan, zo. Dit als ingang. Ik snap niet... Waarom zijn die daken zo groot, joh? Dat is toch niet normaal? Oh, die mini-toren, wat leuk. Oh, deze gebruikte ik veel, jongen. Deze roof gebruikte ik heel veel. Dat is prachtig, hè? Niet die grote? Ja, deze gebruikte ik heel veel. Oh, dat is zo'n mooie roof. Daar kan je zoveel leuke dingen mee doen. Had ik achteraf moeten gebruiken, maar... Hebben we hier nog muren? Ik hoop het. Weer die lelijke rare walls. En die... Oh, ah, oké. We kunnen alleen die muren gebruiken. Dat zijn eigenlijk de meest opvallende deze. Die wall rocks. Nou, ik wil het wel proberen, hoor. Kijk, wat je dan moet doen is eigenlijk als volgt. Kijk, hij valt net niet erop. Dat vind ik echt heel verschrikkelijk, dit, hoor. Wat ik nu heb gedaan met die klote muur. Oh, ik ga dit laten doen, jongens, om mijn gemak. Dit is veel te veel tijd. Oh, man. Die rotdaken. Sterf. Hier, dat ding ook. Huppakee. Nou, ik vind hem zo ook wel mooi. Hè, vind je niet? Het zweeft al. Nou, goed. We gaan verder. Even kijken. Nou, we waren hier natuurlijk verder. We hebben nog helemaal niet zoveel gedaan. Ik ga het gewoon even snel een beetje... Niet afraffelen, maar ik ga het even snel maken. We hebben de kleine heg nodig. En die laat ik erachter langs gaan. Achter het gebouwtje. Zo, dan vul je dat ook nog een beetje op. Zo. En dan gaat dat door. Zo. En dan ga ik eigenlijk heel die zijkant ga ik vullen. En dan zou ik eigenlijk hier in de hoek ook wel een hele leuke attractie willen. En dan denk ik aan misschien wel een schommelschip of zo. Lijkt me ook wel gaaf. Ik zal eens kijken wat we hebben, joh. Ik wil gelijk kijken naar de... trailattracties. Rustigattracties, waar staat het? De... Kijk, enge attracties, zo heet het. Geen, ja, het heet gewoon enge attracties. Even kijken, wat hebben we allemaal in de aanbieding? Een glijbaan, een reuze glijbaan, vind ik ook verschrikkelijk leuk. Of de rotoval. Hebben we een beetje een stoere attractie, jongens? Thunderbobs. Oh, die is ook leuk, hoor. Dat Thunderbobs, die wil ik sowieso er ook in hebben. Zal ik die er gewoon in doen? Ook al lijkt hij wel heel erg verdacht veel op de draaimolen. Ik ga hem toch hier plaatsen, want ik vind het een verschrikkelijk leuke attractie. Sowieso, die mag gewoon niet ontbreken, de Thunder. Jammer dat dat aan de voorkant zit, die Thunderbobs. Vind ik wel jammer. Want dan ben je verplicht om andere... Zijn je het hier, vind je? Wat zullen we meer draaimolen hebben dan natuurlijk? Dus wat? Eng attractie? Ja, ik dacht al. Er waren toch geen enge attracties? De disco, oké.
Sowieso deze dan. En die plaatsen we dan in het midden. Nou, dat is hier precies. Nou, dat past dan weer niet. Dat is wel jammer. Dus dan moeten we hem nog een keer plaatsen. En dan één vakje erachter. Enge attracties. Waar was die? Waarom is die ineens verdwenen? Hij stond er bovenaan. Hé? Oh. Nee, hè? 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 Waar staat die nou? What the fuck? Ik blijf maar scrollen. Jongens, waar stond die attractie nou? Ik geloof dat die bovenaan stond. Simulator. Call of Doom. Disco. Hè? Wat? Hoe kan dit nou? Het slaat echt helemaal nergens op. Ik zweer dat ik net die attractie heb geplaatst. En dat ik hem hier had gevind. Hij stond hier tussen. Sowieso. Ik kan ook die nemen. TNT Werveling. Ja, oké. Okay, dan, ja, die kunnen op zich ook wel nemen. Die is wel een stuk groter. Dat is wel echt heel jammer. Maar. Oh, en ook helemaal in die stomme setting van het Wild Westen. Nou goed, ik... Ja, ik zou hem wel... Ja, ik vind dat wel leuk staan zo. En ik denk dat we dit gebouw... Dat we dat een beetje in die setting houden hier eromheen. Ja, ik denk het wel. Oh, dan weet ik iets heel leuks. Ik weet iets heel grappigs. Oké, nou, de ingang staat er al. Ik ga eens kijken hoe ik die... hoe ik dat deed. Dat was voor mij met Ralph's nieuw kastel. Daar deed ik het mee, hè? Kijk. En dan bouwen we hier omheen gewoon wat thematisering. De thematisering doe je het langst over. Dat is gewoon het meeste werk, helaas. Ik kan er niks aan doen. Oké, wat een leuke ding je hebt, joh. Kijk, we maken eerst een hele vloer. En die vloer die leggen we helemaal aan. Zo. En die vloer gaat helemaal door. Dus dan kunnen we dat helemaal vullen. Dat het, al, het is één gelijkenis, hè. En dat is het mooie aan die floors, hè. Je kan het gewoon eroverheen leggen, zeg maar. Ja, ik vind het nou niet echt een prachtige vloer. Dan denk je van, wauw, die vloer moeten we gebruiken. Maar dat was wel een beetje bij deze thema setting. Want we gaan hem van het Wild West maken naar een beetje die kasteel setting die we hebben. Ja, je moet goed klikken. En er is geen makkelijkere manier om dit te doen, mensen. Helaas, dat is rollercoaster. Het vergt heel veel tijd. Helaas. Zo. Ik zou dat eigenlijk moeten livestreamen. Ja, dat is misschien wel een leuk idee. Rollercoaster livestream, jongens. Zo, dat nemen we gelijk mee. Zo. Die horen er natuurlijk ook bij. Bij dat thema. Nou, dan gebruiken wij natuurlijk de muren. En de muren stonden hier ook bij. Dat waren namelijk die... Ja, dat waren deze. Dan gebruiken we wel de wall 3 gelijk. Oh, ik plaats hem ook gewoon random daar. Ik denk dat dit wel zou kunnen, hoor, mensen. Maak gewoon helemaal verder zo. En dan, dit kunnen we schuin plaatsen en zo. Dus op zich zou je dan zoiets kunnen hebben. Dat zou, ja, dat is, op zich kan het wel. YOLO. Maak het uit dat het er doorheen gaat. Niemand ziet het. Oké, dan gebruiken wij ook van die... Zo van die raampjes. Even kijken hoor. Dan moeten we natuurlijk een bovenetage hebben. Ik denk dat ik ook gewoon een grote ding van maak hier. Een toren. Je maakt gewoon een torentje. Zo. Klein torentje. Niet zo overdreven groot. Gewoon even een kleintje zo. Nou, ziet er wel leuk uit, joh. Een torentje. Met een leuke dak erop zo. En dan ook een beetje in die rode setting. Zie je het? Oh, dit is wel leuk zo. Ja, dit wordt hem wel. En dan doen we dat daar ook natuurlijk. Maar daar een wat groter torentje natuurlijk, hè. En dan maken we aan alle kantjes, maken we zo'n... Kijk, dit is leuk. Heb je variatie in die... Die maken we nog eentje groter zo. Oh, dit is hem, jongens. Kijk eens, dit is een grote toren. Zo. Kijk eens, hoe leuk. Nou, dit ziet er al leuk uit. En dan mensen zitten... Oh ja, Finn, ja, dat had ik niet verwacht, joh. Het ziet er nou wel aardig uit. Dat hoop ik dan natuurlijk.
En misschien zit dan hier beneden zit natuurlijk ook een heel klein torentje. Die zit hier zo. Dus de twee van die pionnetjes zitten natuurlijk daar. Kijk. Prachtig dit. En die steekt daaruit. Ja. En dan maken wij, even kijken. De achterkant maken wij ook een soort van twee, denk ik. Gewoon een beetje achter de schermen. Dan kunnen we dit torentje denk ik weghalen. Dat vind ik er dan weer niet mooi uitzien. Zo. En dan kunnen we daar misschien wel even... Ik weet ook niet of we een schuine muur hebben. Even kijken hoor. Of een schuine soort van... Ja, ik weet het niet. Lastig uit te leggen. Twee poorten zo. En misschien is het leuk om dan ook de poort te thematiseren. Zo. En dan zeggen we van... We doen hem even testen jongens. Dan kunnen jullie zien hoe die gaat. En dan doe ik ook eventjes... Even kijken. De ingang verander ik naar van die... Niks. Je kan ook dit doen. Oh, dat ziet er zo leuk uit jongens dit. Oh, prachtig. Oh. Ik vind het geweldig jongens. Muziekje erbij. Pirate Rider. Gothic Moon. Nemesis Quest. Dat klinkt heel vet. Nemesis Quest. En... Kies een ingang voor de attractie. Nou, die hebben we al natuurlijk. Even kijken hoor. Je kan toch ook kiezen dat je zeg maar die totempaaltjes weg hebt. Oh jee. Kijk. Dit zoeken we. Vet attractie jongens. Ik vind het echt. Ziet er goed uit. Ik vind het er leuk uitzien. Alleen dat groen. Dat zou op zich wel kunnen hoor. Dit groen. Alleen er moet nog iets meer komen. Iets meer van een objectje of zo. Een leuk objectje wat hier... Nou, ik zou sowieso van die vaasjes bij doen. Maar die kan je niet plaatsen, want dit is in een attractie. Maar je zou bijvoorbeeld wel daarbuiten kunnen plaatsen. Of een gebroken vaas, die zou je daar kunnen plaatsen. En wat leuke potjes zo. En je zou... een mini-bazaar zou je op zich wel... Ik zou het gewoon doen zo. Ja, YOLO. En ik zou ook nog... Zo'n van die vaasjes, dat vind ik wel leuk, joh. Dat moet je ook gewoon erbij doen, zo. Dat is een leuke Jeruzalemlamp. Natuurlijk wel een beetje die setting, hè. De attractie kraakt wel een beetje, hoor. Zo. Wat hebben we nog meer voor spulletjes die erbij horen? Ik vind het wel heel leuk gedaan, dit. Gladiator standbeeld. Dat gaat dan denk ik iets te ver. Dat is net iets te groot voor dit. Even kijken. Misschien een kleine rots. Dat zou ook nog wel... Ja, een rotsje daar zou op zich wel kunnen. Kijk, je kan altijd een beetje spelen met objecten. Maar ja, als je nu al kijkt. Ik ben al heel de tijd aan het scrollen. En we zijn nog maar op de helft. Dat is echt bizar hoor. Je zou een beetje mist kunnen creëren. Als ik hier even een pluimpje zet. Dan zou er wat mist kunnen komen vanuit die achtergrond. Dat zou wel vet zijn, joh. Kijk hier. Als je het ziet, dan zie je het mistig. Kijk. Kijk, zie je? Gaaf, joh. Oh, dat vind ik gaaf. En volgens mij hebben wij een... Ik ga het even opslaan, voordat we daar weer een vastlopertje hebben. En dan gaan we gewoon de volgende aflevering verder. Met het iets mooier thematiseren nog van dit gebiedje. Voor een leuke video geef een groen duimpje. En dan zien we volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. En doei doei!